Welkom bij een nieuwe aflevering van iTrain instructievideo's. In deze aflevering gaan we de nieuwste update van iTrain installeren op macOS. Als we de functie controleer op nieuwe versie bij opstarten hebben aanstaan, verschijnt het onderstaande venster zodra er een nieuwe update beschikbaar is. Om te controleren of deze functie aanstaat, ga je naar iTrain en klik dan op voorkeuren. Zorg dat het vinkje aanstaat bij controleer op nieuwste versie bij opstarten. Om de nieuwste versie te installeren sluiten we eerst iTrain af. We openen de browser en gaan naar beros.eu. Hier klikken we op Downloads en vervolgens kiezen we de nieuwste versie voor ons besturingssysteem. Zodra deze gedownload is, sluiten we de browser af en gaan naar onze download. We dubbelklikken op de download. Als deze opent, zien we de vier mappen en het bestand dat we ook bij de installatie zagen. Omdat we een update installeren, gebruiken we alleen het bestand. Als we de downloadmap iets omlaag schuiven, kunnen we in het bovenste venster naar onze iTrain-map navigeren. We pakken het bestand en slepen dit naar onze iTrain-map. Klik op Vervang om de oude versie te vervangen door de nieuwe. Sluit nu beide vensters af en vervolgens openen we iTrain. Maak je geen zorgen dat het baanplan verdwenen is. iTrain opent met het laatste baanplan bij een nieuwe update. Het gaat hier om een gedownload programma, dus klik één keer op Open. Als we bovenin naar iTrain gaan en klikken op Over iTrain, zie je dat de nieuwste versie is geïnstalleerd. In de volgende aflevering gaan we een begin maken met ons baanplan. Eindelijk aan de slag. Graag tot de volgende keer.